Hallo allemaal. Welkom bij deze nieuwe weekreading. Deze week staat in het teken van overzicht en analyse. Wat er eigenlijk deze week aan de hand is, is dat we bewust worden van dingen die eigenlijk altijd in ons onderbewustzijn waren opgeslagen. Dus signalen die we onbewust wel opgepikt hadden over dat er dingen niet klopten of juist dat er dingen goed voor ons waren, maar die we heel lang hebben laten liggen. Spontane ideeën die we iedere keer weer vergeten waren omdat we ze links hadden laten liggen. Die dingen komen deze week eigenlijk omhoog. Om ons grip te geven op wat nu een goede stap voor ons is. En dat mag ook een klein stapje zijn natuurlijk. Daarbij zit er ook een stukje overzicht creëren in. En analyseren dus in. Eigenlijk worden we uitgenodigd om ons eigen leven goed onder de loep te nemen. En vooral op basis van wat ons nog gelukkiger kan maken of de dingen die ons al gelukkig maken. Het kan natuurlijk ook zijn dat je tot de conclusie komt dat je heel erg dankbaar bent voor heel veel in je leven en dat je die dingen juist in je leven wilt houden. Maar het kan ook zijn dat er nadruk gelegd wordt op de dingetjes waarvan je denkt: "Ja, dat zit me nou echt net niet lekker." En die kunnen dan als het ware uitvergroot worden omdat die toch meer met je doen dan dat je bewust door hebt gehad. Dat het eigenlijk vermoeiender is dan je bewust geregistreerd hebt. En dat stukje, dat kan wel heel zwaar vallen. Maar eigenlijk is het deze week een hele positieve energie. Waarbij je echt voor jezelf mag gaan kiezen. Dit komt natuurlijk ook voort uit de energie van vorige week. Waarbij we meer bewust zijn geworden van de talenten die we hebben. En eigenlijk zit hier natuurlijk ook een stukje analyse in van oké, okay, hoe kan ik die talenten meer inzetten? Hoe kan ik de ruimte daarvoor maken in mijn huidige leven? Zodat ik nog meer kan zijn wie ik ben. Nog meer gebruik kan maken van wat ik te geven heb en dat kan integreren in mijn leven. Dus het is ook eigenlijk gericht op tijd maken voor jezelf. En achterhalen waar je meer tijd kunt maken voor jezelf. Om jezelf verder te laten ontwikkelen. En meer dingen te doen waar je voldoening uit haalt. Waar je tevreden van wordt. Dus eigenlijk is het een hele zachte energie. Ook al is de volle maan aan het einde van de week aanwezig en die is wel eventjes pittig. Die legt echt een nadruk op wat ik net allemaal met je besproken heb. En dan kan die frustratie van de dingen die niet helemaal kloppen, kunnen wel even heel intensief zijn. En ook kan er een waterval plaatsvinden van allerlei dingen die je niet bewust helemaal geregistreerd hebt. En dat kan wel een beetje overprikkeling veroorzaken. De steen die hier het beste bij kan helpen. En natuurlijk mag je ook altijd een andere steen kiezen. Is de maansteen. En dat is natuurlijk, heeft natuurlijk alles te maken ook met die volle maan. Maar ook omdat maanstenen een steen is die je helpt je eigen innerlijke stem te horen. Je eigen intuïtie te verstaan. Wat heel erg fijn is als je overzicht en analyse wil, overzicht wil creëren. En dingen wil analyseren. Dan kun je beter horen welk lijntje je van jezelf mag volgen. Welke gedachtenflow je van jezelf het beste kunt opnemen. Volgen. Want ook intuïtie kan in de vorm van gedachten en ideeën komen. Zeker als je helderwetend of helderhorend bent. De aanleg daarvoor hebt. De geur die je hierbij hoort is vanille, vanille of vanille, ik weet nooit hoe je het uitspreekt. Is een hele zachte geur die zacht rust brengt. En ik denk juist dat die warmte die bij die geur hoort en de rust die het brengt, heel fijn is, omdat we niet. Nog meer input nodig hebben deze week, maar juist rust nodig hebben. En dat maakt dat het dit wel een hele fijne geur is om als ondersteuning bij je te hebben. In de diffuser of op een andere manier. En dat gezegd hebbende ga ik hem hier afronden en wens ik je een waanzinnige mooie dag toe.